In LTV Live nu aandacht voor de nieuwbouw van het Mauri College. Want na een tweetal jaren van bouwen en verbouwen is een nieuwe en gerenoveerde school een feit aan de Titus Brandsmalaan in Vught. In het bouwconcept zijn de uitgangspunten van de Dalton-visie, die de school zo graag wil uitdragen, herkenbaar terug te vinden. Daarnaast is er aandacht besteed aan aspecten van duurzaamheid, middels onder andere zonneconnectoren en groene daken. Sfeer, transparantie en lichtinval completeren de nieuwbouw. Dus is er alle reden voor rector Huub van der Linde om trots te zijn. Gigantisch trots, rector. En ik ben in de gelegenheid gebracht om zo'n mooie school neer te zetten. Er zijn vele rectoren voor mij die dat graag gedaan hadden. Maar dat geeft al aan dat het proces erg lang is geweest. Maar nu het eindelijk ten einde is, al wat betreft het gebouw, we zijn nog niet helemaal klaar, de omgeving willen we ook nog iets aan gaan doen, is fantastisch. Wat kan er nu meer in, wat is er nu meer mogelijk in dit Mauri College dan zeg maar in de oude situatie? Nou, dat is een goede vraag die u stelt eigenlijk. Wat dit gebouw speciaal maakt en wat in de oude situatie heel erg moeilijk kon, is dat we in dit gebouw hebben geïntegreerde ontmoetingsplekken. Als je naar het gebouw kijkt, dan zie je op elke verdieping, op elke gang zeg maar, is er een soort dorpsplein gecreëerd waar leerlingen en ook natuurlijk docenten elkaar kunnen ontmoeten. Waar koffie is na school, et cetera. Waar dus niet alleen maar een plaats is waar je even je lessen komt halen, maar je zou er, als je daar zin in hebt, ook gewoon een hele dag kunnen verblijven. En dat kan en dat mag ook in de school anno 2012? Dat moet in de school anno 2012. Want je ziet dat de school toch een centrum is waar vooral leerlingen gebruik van maken om elkaar ervaringen uit te wisselen. Waar het gebeurt, zeg maar. Het centrale plein van vroeger is omgetoverd tot een theater. En wij hopen dus in de school een stimulans te geven aan allerlei cultuuruitingen met behulp van dat nieuwe theater. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe ver gaat dat? Nou, dat gaat tot musical. Theater klinkt natuurlijk wel, zelfs theater klinkt wel heel erg ruim. Ja, is heel ruim, maar vooral bij ons is heel erg in op dit moment, of om het zo maar te noemen, is heel erg populair. Dansen, musicals, een stukje toneel. Dus in die zin wil ik het theater noemen, zeg maar. Kunst en cultuur noemde ik al. Waar ook heel veel rekening mee gehouden is, dat is duurzaamheid. Ik zie hier, ik heb straks eventjes van bovenaf gekeken, ik zie zonnecollectoren, ik zie een sedum, een dakbedekking. Ik moet zeggen dat de hele gemeenschap, dan heb ik niet alleen maar over leraar, maar heb ik het over ouders, leerlingen, toch in dat proces een grote rol hebben gespeeld. Door op tijd altijd accentverschuivingen in zo'n ontwerp te geven. Een van die dingen was dus inderdaad de zonnepanelen, de sedumdaken bijvoorbeeld is een punt geweest. Maar ook leerlingen die zich geuit hebben hoe bijvoorbeeld een bepaalde sfeer in de school wat kleuren moest zijn. Dus dat hebben we meegenomen in de bouw. En die kleuren, dat verklaart die oranje, die rode, al die invloeden die zien we her en der in de portalen terug. Ja, wat u misschien niet eentwiel ziet, maar wat heel erg belangrijk voor het gebouw is geweest. We hebben eigenlijk gekozen voor een gebouw wat niet opgedeeld is in een gymnasium, in een HAVO bijvoorbeeld, in een beroepsonderwijs. We hebben het gebouw gemaakt naar disciplines. Dus naar science, naar cultuur, naar... En daar zit een filosofie achter natuurlijk, dat wij vinden dat alle leerlingen zo lang mogelijk met elkaar moeten samenwerken en samenleven. En dat we dus dat bewust voor gekozen hebben om niet de school in te delen van daar zitten de gymnasiasten en daar zitten de havisten, et cetera. Maar dat iedereen zijn natuurkunde in die plek van de school doet, dat iedereen zijn sport op die plek in de school doet. Dus wat dat betreft is het een wat je niet zo 1, 2, 3 aan herkent, wat wel erg essentieel is voor de school. Want ik denk zelf persoonlijk dat het enorm belangrijk is dat als jij deze mensen die straks weer de kern van de samenleving gaan vormen, dat die met alle talenten van iedereen hebben leren omgaan, hebben leren respecteren en daardoor een menswaardige samenleving bouwen. Als ik het prachtige schoolgebouw kom binnenlopen en ik zie het plafond. Fantastisch, hè? Cadeau van de ouders, hè? Ja, het is geweldig. Ik moet zeggen, dat staat in geen enkele planning. En het komt helemaal toe aan de inzet van de ouders. Die gezegd hebben, we willen een cadeau geven, maar we willen niet zomaar een cadeau geven, we willen iets bijzonders geven. En met name de ouderraad heeft zich sterk gemaakt om iets neer te zetten. En dat hebben ze gedaan, precies in de sfeer van de schoolfilosofie.
Ze hebben het leven als het ware naar het plafond toegedragen. Want in die panelen, die verlichte panelen, zie je het leven gewoon in vertegenwoordigd. De gemeenschap van mensen. En dat vind ik ontzettend mooi. Dus dat is bijzonder goed gelukt, moet ik zeggen. En een ander punt wat ik nog eventjes eruit wil lichten, dat is de herdenkingstuin, herinneringstuin, hoe moet ik het noemen? Ja. Nou, het punt is, een tuin heeft altijd het voordeel dat er ook een zekere rust heerst. Dat betekent dat je de tijd krijgt om ergens over na te denken. En als je nadenkt over mensen die ooit een keer bij ons geweest zijn, dan moet dat in rust gebeuren. Daarom heb ik een tuin gekozen en helaas, we hebben hem al een keer moeten gebruiken. Niet één keer, maar al twee keer. Dat is heel vervelend. En ik heb dat ook wel eens eerder gezegd. Het voelt als een verlies, als een kind in een gezin. Zo voelt dat. Dat is iemand van ons, zijn we kwijtgeraakt. Dus dat is heel vervelend. Maar ik ben wel blij daardoor dat we een plek hebben gegeven aan zo'n kind van onze school. En dat is dus in die tuin. En je ziet het een enkele keer, want het wordt natuurlijk niet overvol gebruikt. Maar af en toe zie je iemand in die tuin inlopen en even zitten. Even terugdenken, want hij heeft toch een houvast nodig om dat moment terug te halen. Plek van bezinning. Ja. En dan tot slot het aantal leerlingen. Rector Huub van der Linden heeft niet zoveel met leerlingenaantallen. Het feit dat het Mauro College is opgekrabbeld van minder dan 1500 leerlingen enkele jaren geleden naar nu bijna 2000, zegt hem dan ook niet alles. Ja, maar het punt is, aantallen op zich is geen doel. Het doel is eigenlijk om te zorgen dat we dat concept wat onder de school ligt, dat is een Dalton-concept, dat staat ook onder druk in de huidige tijd, waarin zeg maar presteren voorop staat, terwijl wij proberen toch ook de ontwikkeling van elk talent en van iedere leerling te ontwikkelen. En niet alleen maar te kijken naar de andere typische technische kenniszaken. Dat het wel bijzonder is dat je probeert dat vast te houden. En of dat nou met 1200 leerlingen is of met 2000, vind ik eigenlijk niet zo interessant. Ik vind eigenlijk dat we die leerlingen moeten neerzetten waarvan wij denken dat dat de beste bijdrage levert tot een sociale samenleving. Ik zie buiten het schoolgebouw, buiten de mooiste kant van de school, zeg maar, zie ik ook nog wat tijdelijke gebouwen staan. Blijven die staan of wat gaat ermee gebeuren? Nou, het punt is, de school is gebouwd voor 1800 leerlingen. Nou, die passen nou niet. Dus dat blijft zo lang staan totdat we passen, zeg maar. En 1800... Je hebt ze gewoon nog simpelweg nog nodig? Ik heb ze nu nog gewoon nodig, dat klopt. En ik heb gezegd, ik doe geen stop. Dus dat betekent in feite dat zolang wij die leerlingenaantal hebben boven de 1800, blijft dat gebouw staan. En jammer genoeg is dat niet meegenomen in de financiering van de nieuwbouw.